Mijn school staat in Nederland, provincie Zuid-Holland, op de Hoekeindsweg nummer 7A. Als ik hier op tijd wil zijn, moet ik om 7:30 op de fiets stappen. Ik spreek op een bepaald plekje af met mijn beste vriendin, meestal Daphne, want wij beginnen altijd hetzelfde uur. Als ik dan mijn boeken heb gewisseld, dan zorg ik ervoor dat ik op tijd mijn eerste les ga. Mijn docent weet heel goed de sfeer af te wisselen. Hij steekt best wel veel tijd aan de leerlingen en hij heeft heel veel passie voor zijn vak. Als hij les geeft, dan zie je gewoon aan hem dat hij het leuk vindt om iets te vertellen. En als het makkelijk is, dan zegt hij van we doen dit even. Maar als het eenmaal moeilijk wordt, dan zie je zijn passie erin uitkomen. Dan zegt hij ook tegen ons van nu wordt het leuk. Mijn broertje zit sinds dit jaar hier op school. En de motivatie dat hij hier kwam was dat hij mij zag spelen in de kerstmusicals. En hij vindt zelf acteren ook heel erg leuk. Dus dat stimuleerde hem een beetje om hier te komen. Mijn hart ligt bij drama. Want drama is sinds het eerste jaar het leukste vak dat ik had. Want je kon hier zelf erin zijn. Vooral door de dramadocent. Die laat ook gewoon weten dat het spel is. En je kan wat gekker doen. Je kan bewegen. Je hoeft niet telkens stil te zitten. De school is klein, dus iedereen kent elkaar wel. Er zijn wel natuurlijk groepen van wie met elkaar omgaan en zo. Maar toch ken je een ander. Al zit je in een andere groep, dan ken je toch wel een groep dat heel anders is. Je kan altijd wel met iemand praten, al ben je alleen. Het kan wel. Voor iemand die in groep 8 zit en een school zoekt waarbij je goed kan ontwikkelen en mee wilt gaan in de sfeer en ook vooral je talent wil uiten, dan zou ik echt voor deze school kiezen. Want hier leer je jezelf ook gewoon heel goed kennen als je eenmaal je plek hebt gevonden.